Nou, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe uitzending van Reizen de Trein van zondag 20 maart 2022. Vandaag is de laatste uitzending dat ik het mondkapje ga doen. Want, ik zal het even laten zien, dat ik het dit mondkapje om mond en neus ga doen. Want vanaf 23 maart is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht in het OV vanaf volgende woensdag. Wat gaan we in deze zondag 20 maart doen vandaag? We gaan het heel simpel doen. We gaan vandaag beginnen in Apeldoorn in de richting van Amersfoort, Utrecht en Rotterdam. En de markthal natuurlijk. Vanuit daar zonder camera even naar Den Haag, centraal. Of we gaan meteen vanuit Rotterdam naar Amersfoort. Moeten we even kijken. Vanuit Amersfoort via Amsterdam naar Groningen. Van Groningen naar Den Haag Centraal. En van Den Haag Centraal naar Apeldoorn. We zijn er vandaag vanaf 7:45 tot of tussen 10:00 en 10:30. Of tussen 11:15, 11:30. Dat heeft te maken dat ik nog herstellende ben van de corona. Ik ben nu coronavrij eigenlijk. Maar ik heb nog een beetje na corona eigenlijk. Althans, heel makkelijk gezegd, corona heeft er een beetje nasporen achtergelaten in mijn geheugen. Maar dat herstelt binnen 2 weken, dus dat is helemaal in orde. Dus we kunnen gewoon treinreis plannen maken en dan komt het helemaal in orde. Ik wil zeggen, hebben jullie erin? Druk eens de duimpje vooral even omhoog. En bent u niet geabonneerd, kan uiteraard hier beneden. En dan zou ik zeggen, heel veel kijkers hier. En kijk gezellig met me mee. Duimpje omhoog. Zo kijken ze hier.